Goedemiddag iedereen en welkom op onze webinar Tips en Tricks in ArcGIS Pro. Vandaag gaan we dus een aantal handige functionaliteiten overlopen. Sommige ervan kennen jullie misschien al, maar we hopen dat we toch enkele praktische zaken kunnen tonen die je dagelijks gebruik van ArcGIS Pro kunnen vergemakkelijken. Ben je nog nieuw in ArcGIS Pro? Dat is geen enkel probleem. Je zal zeker iets kunnen opsteken met de webinar van vandaag. Zoals altijd, de planning. En vandaag zal het iets anders zijn. Aangezien dat we tips en tricks gaan doen, gaan we meteen hands-on beginnen. Geen theorie, wel meteen beginnen met ArcGIS Pro. We willen een bepaalde structuur proberen in te brengen door verschillende tips te groeperen onder verschillende thema's. We gaan beginnen met customisatie of het verpersoonlijken van je ArcGIS Pro projectstructuur. Daarna gaan we een deeltje hebben dat meer gerelateerd is aan het karteren en symbologie. Daarna gaan we verder met selecties, navigaties, editeren en geoprocessing op het einde. Oké, hier zien we nog de startpagina van ArcGIS Pro 2.2. Wat voor de ArcGIS Pro users wel iets bekend zal zijn. Dus dit is de pagina die je ziet wanneer je het programma opent. Onlangs is er ook ArcGIS Pro 2.3 uitgekomen. De startpagina ziet er hier iets anders uit. We gaan het zo meteen zien. En dus bij elke nieuwe release zijn er ook een aantal nieuwigheden. De demo van vandaag zal dus uitgevoerd worden in ArcGIS 2.3.1. Wat de meest recente versie is van ArcGIS Pro. Ik ga via mijn Windows startmenu ArcGIS Pro openen. En na de opstart gaan we dus in de vernieuwde startpagina terechtkomen. Normaal gezien ben ik reeds ingelogd, dus dat hoef ik niet meer te doen. Ik ben geconnecteerd met een named user license. En hier links zien we dus een lijst met alle recent geopende projecten. Dit is een dynamische lijst en deze zal automatisch wijzigen afhankelijk van welke projecten je recent hebt geopend of aangemaakt. Het is hier bijvoorbeeld al mogelijk om bepaalde projecten te gaan verwijderen uit deze lijst. En je denkt van ik ga deze toch niet meer nodig hebben, kan je met de rechterklik kiezen voor Remove from Project List. Daarnaast is het ook mogelijk om bepaalde projecten te gaan pinnen. Zo kan je bijvoorbeeld op de pin klikken en zal deze bovenaan verschijnen en zal deze niet meer uit de lijst verwijderd worden. Je kan natuurlijk ook altijd een project unpinnen. Bijvoorbeeld, ik heb van momenteel tips en tricks gepind, dus deze staat helemaal bovenaan beschikbaar. Zelfs voor je in een project duikt, opent of een reeds bestaand project opent, kan je al een hele reeks instellingen gaan aanpassen. Dit kunnen we doen hier onderaan via settings. Oké, dit is hetzelfde menu dat wanneer we krijgen indien we vanuit een open project naar de instellingen zouden gaan. En hier hebben we dus onder andere options. En hier vinden we dus een hele reeks verschillende instellingen terug gegroepeerd per thema. Sommige zijn projectgebonden, dit is een minderheid. Natuurlijk, aangezien we nog geen project hebben geopend, kunnen we natuurlijk de naam en de locatie van het project niet wijzigen. Daarnaast zijn er ook een heleboel applicatiegebonden instellingen. Bijvoorbeeld, we gaan er enkel bekijken, Map and Scene. Hier kun je bijvoorbeeld de basemap gaan instellen die je standaard zal krijgen bij het openen van een map. Deze staat standaard op imagery, maar je kan een andere gaan kiezen. Bijvoorbeeld een stratenplan of indien je wilt werken met het GRB, zou dat ook kunnen. Of een WMO, of een basemap op basis van een WMS die je zelf hebt aangemaakt. Dus alle basiskaarten die zijn ter beschikking zijn gesteld via jouw ArcGIS Online organisatie of via je portal voor ArcGIS, zijn hier beschikbaar. Bijvoorbeeld Archief Ortofoto's, Ortofoto's van Wallonië, etc. Dus hier kies je de custom basemap die je wilt. Je kan ook de default basemap van je organisatie kiezen of kiezen om geen basemap te hebben. Standaard zal binnen ArcGIS Pro ook het ruimtelijk referentiesysteem van een kaart bepaald worden door de eerste operationele laag die je invoegt. Dit was ook zo bij ArcMap. En dit staat momenteel hier ingesteld. Maar je zou er ook kunnen voor kiezen om bijvoorbeeld altijd wanneer je een kaart opent, reeds
een bepaalde referentiesysteem te hebben, bijvoorbeeld Belge Lambert 72. Ik heb hier ook een aantal favoriete referentiesystemen. Die komen uit de grote bibliotheek van referentiesystemen die aanwezig zijn binnen het programma, zowel geografische als geprojecteerde. Waarbij je verschillende kan gaan opzoeken. En indien je het referentiesysteem van je keuze hebt gevonden, kan je deze ook met een rechterklik gaan toevoegen aan je favorieten. Belge Lambert en de WGS zijn mijn favoriete referentiesystemen. Deze zaak kan je hier aanpassen. Ook bijvoorbeeld navigatie voor in- en uit te zoomen. Wil je liever dat je inzoomt wanneer je vooruit scrolt met je muis? Dat staat momenteel ingesteld, maar je kan het ook andersom doen. Ik denk dat het bij ArcMap dat deze instelling is. Dus dit is wel iets anders. Indien je ArcMap gewoon bent, kan je ditjes hier aanpassen. Daarnaast zijn er ook opties voor selecties. Welke kleur verkies je wanneer je bepaalde elementen gaat selecteren? Standaard zal dit een soort blauw zijn, maar dit kan je dus ook aanpassen. Voor het editeren. Wanneer je nu edits zal aanbrengen aan je data, moet je deze handmatig gaan saven. Je kan er hier dus bijvoorbeeld voor kiezen om automatisch saving toe te passen. En dan zal er bijvoorbeeld om de 10 minuten, of je kan dit zelf gaan instellen, om de x aantal minuten of na het uitvoeren van x aantal operaties een automatische saving plaatsvinden. Dit zou voor ook iets handig kunnen zijn indien je veel editeert. Daarnaast. En zovoort. We hebben hier nog een aantal andere thema's en hier kan je dus een heleboel zaken gaan aanpassen. En weet dat deze dus applicatiegebonden zijn. Als je hier zaken aanpast, zal dat voor elk project dat je vanaf dan zal openen het geval zijn en toegepast worden. Je kan het achteraf altijd gaan aanpassen. Naast de basis options hebben we ook hier licensing en portals. Hier kan je dus gaan kiezen om portals te gaan toe te voegen. Ik heb hier mijn Archies Online en een portal van onze organisatie, maar je kan aan meerdere portals kan meerdere portals gaan toevoegen, waarnaar je kan connecteren vanuit je Archies Pro projecten. Ook je licensing kan je dus gaan aanpassen. Configure license options. Dit is voor indien je met named user license wilt aanmelden en via welk portaal dit geverifieerd moet worden. Oké, we hebben onze applicatieinstellingen gedaan en nu gaan we een bestaand project openen. Ik ga kiezen voor de tips en tricks, die ik dus bovenaan gepind had. Archies Pro opent zich. Het is een bestaand project dat opgeslagen is. Daarom heeft deze een GRB als basiskaart. Dat is zo gekozen en opgeslagen. Want standaard hebben we nu voor een andere basiskaart gekozen. Wat kunnen we hier allemaal gaan doen? We hebben onder andere onze analyse-tab. En tools. Dan kom ik binnen de geoprocessing pane. Binnen een geoprocessing pane ga ik op zoek naar een tool. Zijn de share package tool. En ik kan ervoor kiezen om deze te gaan toevoegen aan mijn favorieten. Dit is analoog aan hetgeen dat we gezien hebben bij de referentiesystemen. Als ik nu kies voor Add to Favorites, zal deze dus hier onderaan toegevoegd worden bij favorieten. Dus tools die je zeer regelmatig gebruikt, kan je best gaan toevoegen aan je favorieten en zijn ze zeer snel beschikbaar. Je kan er ook voor kiezen om een bepaalde tool te gaan toevoegen aan de analysegalerij. Dat zijn de tools die hier aanwezig zijn. Dit is eigenlijk een menu waar er in verschillende thema's een aantal tools zijn gegroepeerd. Je kan hier dus tools gaan aan toevoegen. We hadden bijvoorbeeld onze Share Package Tool. Een rechterklik, Add to Analysis Gallery. Oké, deze zou nu moeten toegevoegd zijn. En we zien hier onderaan is een nieuwe groep bijgemaakt, Analyse, met onze Share Package Tool. Je kan niet enkel zomaar een aantal tools gaan toevoegen, maar je kan dit helemaal gaan customiseren of aanpassen aan je eigen noden. Heb jij een aantal tools die je zeer frequent gebruikt of die je kan onderverdelen in een aantal groepen? Ga naar Customize en dan kan je hier dus je analysegalerij gaan aanpassen. Je hebt dus de verschillende groepen waarin een aantal tools staan. Je kan elke tool gaan verwijderen. Je kan tools gaan toevoegen binnen een bepaalde groep. Analoog kan je ook hele groepen gaan verwijderen. En kan je ook groepen gaan toevoegen. Bijvoorbeeld, we maken een nieuwe 3D-groep, aangezien we veel met 3D-data gaan werken.
Verhoop is aangemaakt. Momenteel bevat deze 0 items. Hier klik ik voor plus. En ik ga Create Tin Tool toevoegen aan deze groep. Oké. Okay. Als ik nu ga naar mijn galerij, zie ik hier onze 3D-groep die we hebben aangemaakt met de Create Tin Tool erbij. Zo kan je dus je eigen galerij gaan aanmaken en aanpassen. Op dezelfde manier kan je ook de ribbons, dus de tabstructuur die we bovenaan terugvinden, gaan aanpassen. Hier op deze manier heb je inderdaad dus ook de main tabs, waar dan binnen verschillende subtabs staan en binnen de subtabs staan dan bepaalde functionaliteiten. Kan je ook dus extra functionaliteiten gaan toevoegen aan subtabs. Je kan subtabs gaan toevoegen, main tabs gaan aanpassen. Analoog aan de manier die ik heb getoond voor de analysegalerij. Zo zou je dus je eigen tab kunnen maken die hierboven verschijnt met een groepering van functionaliteiten die je regelmatig nodig hebt. Binnen dit project hebben we ook nog een scène aanwezig. Ik ga deze even openen. Dit is een 3D-scène. Dus, dit is geen 2D-map, maar een 3D-scène die speciaal gemaakt is om 3D-data te visualiseren en eventueel te analyseren. We kunnen binnen ArcGIS Pro verschillende views of mappen gaan linken. We hebben onze 2D-map hier en onze 3D-view hier. En we kunnen via de View-tab gaan naar Link Views en kan ik kiezen voor Center. Maar ik ga ze eerst naast elkaar plaatsen. Net zoals alle verschillende panes, de Contents pane, de Catalog pane enzovoort, kan ik, en attributentabellen, kan ik verschillende views gaan rangschikken en ordenen zoals ik zelf wens. Dus ik selecteer deze en ik kan deze dan plaatsen op de door mij gewenste locatie. Voilà. En nu kan ik mijn views gaan linken. Ik kan bijvoorbeeld kiezen om ze te centeren. Dan zullen ze allebei hetzelfde middelpunt hebben. De schaal hoeft daarvoor niet hetzelfde te zijn. Ik kan afzonderlijk in één kaart zoomen zonder dat er in de andere kaart gezoomd wordt. Maar beweeg ik in de ene kaart, zal dat ook het geval zijn voor de andere kaart. Omdat het centrum van de view dezelfde is in beide kaarten. Je kan ze naast te gaan centreren ook gaan schalen, zodat ze dezelfde schaal hebben. En dit is nu het geval. Wanneer ik zoom in de ene kaart, wordt er ook gezoomd in de andere kaart. Dit is een heel handige manier wanneer je data wilt gaan vergelijken of wilt werken met twee data naast 3D-data, die niet noodzakelijk in dezelfde kaart hoeft te staan. Indien we bijvoorbeeld deze structuur van ons project vaak nodig hebben, we hebben deze hebben helemaal aangemaakt nu naar onze eigen noden. We hebben de views gelinkt, we hebben een scène, we hebben onze eigen tabs en analysegalerij en favorieten, kunnen we kiezen om hiervan een project template te maken. Dit wil dus zeggen, wanneer ik een nieuw project open, kan ik kiezen voor deze projectstructuur met al deze favorieten en instellingen reeds aangebracht. Dit doen we via de Share tab en hebben we Save as Project Template. Je kan kiezen om je template te gaan uploaden naar ArcGIS Online. Of je kan ervoor kiezen van je template te gaan saven als een lokale file. Je hoed moet zoals altijd een bepaalde summary en tags voorzien. Daarna kan je gaan analyseren of er eventuele fouten zijn en kan je deze gaan aanmaken. Deze stap neemt even tijd, daarom gaan we deze niet live uitvoeren. Maar we hebben reeds zo'n template aangemaakt, dus wanneer je de template aanmaakt, wordt deze lokaal opgeslagen. Ik ga hier de wijzigingen wel opslagen binnen het project, maar niet binnen de template. Want de template is hier reeds aangemaakt. Ik zou nu terug Pro starten. Ik kom uit op de startpagina. Maar in plaats van mijn project van zo net te gaan gebruiken, ArcGIS Pro Tips en Tricks,
ga ik nu een recente template gaan gebruiken, die wel dezelfde naam heeft, maar ik zal door hierop te klikken een nieuw project gaan aanmaken. Hij vraagt create a new project, maar wel op basis van deze template. En ik maak dus een nieuw project aan met een hele nieuwe folderstructuur, et cetera. We zien hier dus al meteen onze twee views die gelinkt zijn. Wanneer we gaan kijken bij analyse, zien we normaal ook onze 3D-groep hier aanwezig. We hebben hier ook de share package toegevoegd. En we gaan eens kijken naar onze gegevens. Webinar tips. Ah, die staan er niet in. Natuurlijk, we zien dat de geodatabases leeg zijn, want deze zijn aangemaakt voor ons nieuw project. Dus ik ga connecteren wel naar een bestaande database. Via rechterklik add database of connect to database. C users. Oké, we hebben nu geconnecteerd aan onze nieuwe geodatabase default. En hierin heb ik bepaalde feature klassen, dus data staan. Indien ik een blik wil werpen op de structuur van de attributentabel, hoef ik deze niet eerst toe te voegen om daarna de attributentabel te gaan openen om deze te bekijken. Het is ook mogelijk om dit via de metadata te gaan doen. We kunnen bijvoorbeeld kijken met een rechterklik gaan naar View Metadata. Opent zich een nieuwe catalog pane hier met Brussels vastgoed, metadata. We zien het type data dat is, maar we kunnen ook gaan kijken naar geography, die geometrie zal weergeven. En daarnaast kunnen we ook gaan kijken in table, die ons de attributentabel zal weergeven. Dus dit is een alternatieve manier om te gaan kijken naar de structuur van onze data, zonder dat we deze moeten toevoegen aan een bepaalde map of kaart. Je hoeft dus zelfs in je project geen kaart te hebben om te kunnen gaan kijken naar je datastructuur. Op dezelfde wijze kan je ervoor kiezen om in een bepaalde kaart data te gaan toevoegen via de Add Data button. En we willen bijvoorbeeld data gaan toevoegen vanuit de Living Atlas. Hier hebben we een heleboel data tot onze beschikking, maar we hebben niet meteen een idee hoe deze eruit ziet. Via deze knop kun je Show Hide Details Panel. Dus kun je de Details Panel openen. Je selecteert een bepaalde datalaag die je wilt toevoegen, World Street Map in dit geval. En je krijgt hier ook een kleine preview die je toont wat je mag verwachten wanneer je deze data toevoegt. Bij Terrain krijgen we eerder een DTM op basis van rasterbeeld. Bij World Street Map krijgen we een basemap met het stratenplan. Daarnaast is het ook mogelijk om al deze informatie en data die wordt aangeboden te gaan filteren via verschillende categorieën. We gaan een beetje data toevoegen aan onze kaart via drag and drop. En er zijn ook verschillende shortcuts binnen ArcGIS Pro die je kan gebruiken. We zien dat mijn kaart momenteel een beetje gedraaid is. Via de N wordt deze automatisch naar het noorden gericht. Dus ik heb net op mijn toetsenbord op de toets N geduwd en mijn kaart wordt automatisch naar het noorden gedraaid, zodat die terug in lijn ligt met wat het zou moeten zijn. Daarnaast, in ArcMap was het mogelijk om al de lagen aanwezig in je contents window te gaan activeren en deactiveren via een rechterklik op de dataframe. Maar deze optie is binnen ArcGIS Pro niet aanwezig. Wat we wel kunnen doen om al onze lagen te activeren of deactiveren, is ze te gaan selecteren en dan via een toets op de spacebar te gaan deactiveren en terug activeren via een druk op de spacebar.
Het handige hier binnen ArcGIS Pro is dat je zelf kan kiezen welke groep of welke lagen je gaat activeren of deactiveren. Zo kan je dus naar eigen keuze bijvoorbeeld een aantal lagen gaan selecteren binnen Table of Contents en deze via de spacebar gaan activeren of deactiveren. Daarna zijn er ook, is er mogelijkheid om van views te gaan veranderen. Ik ga nog even mijn scène terug open doen. Open local view. Wanneer ik bijvoorbeeld verschillende, in dit geval zijn het er maar twee, maar wanneer ik verschillende scènes of kaarten open heb, kan ik heel eenvoudig met Ctrl en Tab gaan switchen van de ene scène naar de andere scène. Wanneer er meerdere zouden zijn, meer als twee, worden deze allemaal hier geafficheerd en kan je dus kijken naar welke je via de tabtoets gaat. Je kan ze allemaal doorlopen en dan kan je dus kiezen welke kaart je wilt selecteren. Dit gebeurt via Alt-Tab. Daarnaast zijn er ook een aantal handige toetsen om snel een project op te slaan of te openen. Dit is de knop die we kunnen gebruiken om het project op te slaan, is Ctrl-Save. Een nieuw project openen is Ctrl-O, maar dus wanneer we dit met keyboard doen, Ctrl-S, snel gedaan, Saving Project, of Ctrl-O zal hij vragen om een nieuw project te gaan openen. We kunnen ook shortcuts gaan gebruiken bij het maken van selecties bijvoorbeeld. Normaal wordt een selectie gemaakt op basis van de attributen van locaties via ruimtelijke relaties of handmatig via bepaalde geometrie, meestal een rectangle of een rechthoek. En ik kan bijvoorbeeld hier een drietal gemeentes gaan selecteren, maar anderzijds wil ik ook aan de andere kant van Brussel een aantal gemeentes selecteren. Wanneer ik dit zo doe, voer ik een nieuwe selectie uit en wordt dat niet bewaard, maar met de shift-knop kan ik die dus gaan combineren. Daarnaast is het ook mogelijk om via de controltoets bepaalde elementen te gaan deselecteren. Dus dit zijn enkele handige shortcuts. Een overzicht van al deze verschillende shortcuts kan je al terugvinden op de officiële ESRI-documentatie. Dus dit is een voorbeeld van een pagina die zegt van Use ArcGIS Pro with the keyboard. Hierin worden verschillende acties uitgelegd met welke toetsen je moet gebruiken. Select an item enzovoort. Daarnaast moest je op de startpagina van de ArcGIS Pro-documentatie komen. Kan je ook gewoon hier de zoekterm shortcuts ingeven. En zal je zien dat er buiten de kleine shortcuts die ik net heb getoond, een heleboel shortcuts mogelijk zijn die jouw werk kunnen vergemakkelijken. Deze staan gegroepeerd per thema in verschillende artikeltjes. Dus je hebt shortcuts voor editing, shortcuts om te werken met tabellen, analyse uit te voeren, layouts enzovoort. Dus er zijn een heleboel shortcuts die je kan gebruiken. De symbologie gaan we even op ingaan. We hebben hier een puntenlaag aanwezig, onder andere een puntenlaag met de locatie van Esri Belux. Wanneer we op ons symbool klikken, opent zich de Symbology pane. En we zien hierin dat we keuze hebben tussen ArcGIS 2D en ArcGIS 3D symbolen. ArcGIS 2D en ArcGIS 3D zijn eigenlijk de verschillende styles aanwezig in ons project. Styles die staan hier genoteerd binnen onze catalog onder styles. En we zien hier ArcGIS 2D, ArcGIS 3D, dat zijn die dat we net hebben gezien. Maar we kunnen er ook voor kiezen om onze eigen symbolen te gaan invoeren. Dit gaan we doen. Properties. We gaan naar Layers. En gaan we inderdaad Insert Shape from File kiezen. Desktop. Even gaan zoeken. Zo normaal gezien op mijn
Goh. Oké, excuseer, ik vind momenteel mijn eigen symbooltje niet terug, maar dus het moet, je kan niet om het even welk figuurtje gaan opladen. Het moet wel in een 2D-vectorfile zijn, zoals je hier ziet. Maar momenteel vind ik deze binnen mijn desktop niet terug, waar ik die heb opgeslagen. Spijtig genoeg. Maar dus op deze manier kan je je eigen symbolen gaan invoegen of toevoegen aan de ArcGIS-symbologie. Oké, daarnaast, we werken dus met de styles. Er zijn een 2D en een 3D-stijl aanwezig. Maar je kan ook styles gaan toevoegen. Rechterklik hier, kan je kiezen voor Add Style. De styles die je nu zal zien. De portal gaan zoeken naar bepaalde stijlfiles binnen All Portal. Stilx. En hier hebben we dus een heleboel aan verschillende styles. En een stijl is eigenlijk een soort themasymbologie die we kunnen gaan gebruiken. We kunnen bijvoorbeeld kiezen voor Forestry. Rechterklik en kiezen voor Add Style. Deze zal nu worden toegevoegd. En wanneer we nu bij onze catalog gaan, zal de Forestry aanwezig zijn. Wanneer we nu naar de symbologie gaan van een bepaald element, bij galerij hebben we nu de Forestry Style ter onze beschikking. Dus zo kan je afhankelijk van het thema dat je nodig hebt, een bepaalde stijl gaan zoeken. Zo net hebben we dus via de ArcGIS Online Portal en de publiek toegankelijke verschillende stijlen gezien. Deze kan je dus zo toepassen. Dus er zijn stijlen beschikbaar. Je kan zelf stijlen gaan invoegen of symbooltjes gaan invoegen. Bijvoorbeeld het logo van je eigen firma of bedrijf of organisatie. Iets dat de meesten onder jullie misschien wel kennen, maar wel iets zeer handig, is het gebruik van bookmarks of bladwijzers. Wanneer ik regelmatig naar een bepaalde zone moet zoomen, bijvoorbeeld, ik werk voor de gemeente, excuseer, voor de gemeente Anderlicht, dan zal ik vaak hier moeten zijn. En dan wil ik er een bookmark van maken of een bladwijzer. Dit gaat via bookmarks, new bookmark. Ik mag een naam ingeven, Anderlicht. Oké, eventueel een beschrijving. En deze staat nu opgeslagen. Daarnaast heb ik ook een project met onze zuster Tervuren, waarvoor ik ook een bookmark zal aanmaken, aangezien ik ook veel kaarten en dergelijke zal moeten aanmaken hiervoor. Maak een nieuwe bookmark. Tervuren. Oké. Indien ik terug naar Anderlicht wil navigeren, hoef ik niet te pannen en te zoomen, maar kies ik gewoon voor de bookmark. En deze zal mij automatisch gaan de extent aanbieden die ik kan. Nog iets handigs ook.
te zien dat we dus selecties kunnen maken. Wanneer ik een selectie heb gemaakt en ik wil gaan zoomen naar selectie, hoef ik dat niet vanuit de attributentabel te doen. Ik heb dus mijn selectie. Ik ben even naar ergens anders gepand of in of uitgezoomd om bepaalde zaken beter te bekijken. En ik wil teruggaan naar een zoom extensie die past bij mijn selectie. Hoef ik niet naar de attributentabel te gaan en zoom to selected features. Maar hier onderaan hebben we ook selected features. Hij geeft weer hoeveel elementen er geselecteerd zijn. En met een druk op de knop ben je meteen naar een extensie die past bij jouw geselecteerde features. Okay. Het is mogelijk ook om in een kaart tekst te gaan plaatsen aan de hand van labels, waarbij je dus tekst gaat plaatsen op basis van de attributen. Je kan hier ook annotaties van maken, maar er is ook een eenvoudige manier om kleine stukjes tekst te plaatsen binnen je kaart. Dit gebeurt via map annotaties. Insert gaan we naar layer templates en hier kunnen we ook dus andere templates gebruiken om redlining te doen, om kleine map notes te gaan maken, maar je kan dus ook map notes maken om tekst te gaan toevoegen aan je kaart. Wordt even ingeladen. Oké, is goed. Dus deze wordt als een laag toegevoegd. Wanneer ik nu naar edit ga. Kan ik gaan voor Create Features. En ik heb hier dus ook een feature template voor mijn tekstnotes. Ik wil een tekstnote maken voor de stad Brussel. Brussel Centrum dus. Ik ga deze eerst mijn tekst invullen. Brussel Centrum. Voilà. Ik kan ervoor kiezen om die tekst bij een punt te plaatsen, langs een lijn, of gecurved langs een lijn. Of dat die een bepaalde feature moet gaan volgen. Dit kan je gebruiken bij rivieren of dergelijke. Voilà. Ik heb het nu met een puntje gedaan, dus ik plaats een punt op de kaart en daar verschijnt dan mijn tekst. Deze is nu geselecteerd. Het is ook een element die ik kan gaan aanpassen, dus ik kan de tekst gaan aanpassen indien nodig, et cetera. Het is ook een edit, dus ik heb het een aangemaakt. Je moet deze dan ook gaan saven achteraf. Voilà. En nu heb ik dus op een eenvoudige manier via een MapNote tekst toe aangebracht aan mijn kaart. Nog een paar handige trucjes van indien je zou willen editeren. We gaan bijvoorbeeld het centrum van nog een aantal gemeentes gaan plaatsen. Ik weet dat het centrum van Dilbeek ligt hier. Maar ik wil ook het centrum van Mummel aanduiden op mijn kaart. Maar dit ligt momenteel buiten mijn extent. Ik kan in- en uitzoomen, maar dit is wat klungelig. Ik kan ook met een druk op mijn muiswiel teruggaan naar mijn Explore tool. Maar ik ben nog altijd aan het editeren. Druk op het muiswiel en ik kan pannen binnen mijn kaart. Dit kan je ook doen door de C-toets te gebruiken. Nu is mijn muis vrij. Ik kan zowel lagen aan en uit gaan zetten. Als navigeren binnen de kaart. Ik laat C los en ik ben meteen terug in mijn editeerfunctionaliteit. Dus ofwel klikken op het muiswiel om te gaan pannen. Ofwel de C-toets gebruiken om alle andere zaken te gaan doen. Anderzijds, als je polygonen of lijnen gaat tekenen, heb je ook een heleboel opties die je kunnen helpen. Bijvoorbeeld, je wilt een lijn tekenen. We beginnen hier, dan hier. Maar nu willen we eigenlijk loodrecht op dit punt verder gaan tekenen. Met een rechterklik. Voilà. Die laatste moet ik wegdoen. Ctrl Z.
Ik kan rechts klikken en dan krijg ik een heleboel opties voor te gaan editeren. Ik kan bijvoorbeeld hier kiezen voor perpendicular, waardoor ik een loodrechte lijn zal gaan tekenen. Of ik kan ook gaan kiezen om via absolute x, y, z-waarde of via afstand en richting een bepaald lijnsegment te gaan tekenen. Dit zijn zaken die je kunt gebruiken wanneer je aan precisie editing wilt doen. Daarnaast is er ook een handig hulpmiddeltje en dat is het grid. Deze optie kan je activeren door gewoon hier beneden te klikken op grid. Momenteel is het grid af, ik activeer hem en we zien het grid nu leeg. Het grid heeft een bepaalde richtoriëntatie en grootte. Momenteel is de spacing 10 meter, maar afhankelijk als je in- of uitzoomt, zal deze zich dynamisch aanpassen. Daarnaast kan je ook graden gaan instellen, waardoor het grid zal roteren. En je snapt automatisch naar dit grid en dit zal je dus kunnen helpen om bepaalde zaken te gaan digitaliseren. Iets wat momenteel ook mogelijk is binnen ArcGIS Pro, is om attributen vanuit je attributentabel rechtstreeks te gaan copy-pasten naar Excel. Je hoeft geen speciale export te doen, maar je kan eventueel na een selectie, zodat je enkel de records overhoudt die voor jou van belang zijn, kan je deze gaan selecteren en kan je hier kiezen voor copy. Je kan niet een eenvoudige Ctrl-C, Ctrl-V doen. Je moet een copy doen, dan worden deze naar de clipboard gekopieerd. En dan kan je deze binnen Excel wel met een Ctrl-V. Ctrl-V gaan overplaatsen. Dus dit is een zeer eenvoudige manier om je data uit je tabellen naar je Excel te halen. Om af te ronden nog snel iets over geoprocessing. Ik ga mijn tabel hier toe doen. We gaan het grid uitzetten ook. Discard. Geoprocessing. Het is dus mogelijk om. Yes. Het is dus mogelijk om interactief punten te gaan zetten wanneer je bijvoorbeeld een buffer wilt gaan gebruiken. Voorheen, wanneer je een buffer wou gebruiken, moet je altijd een inputlaag hebben waar rond je de buffer zou creëren. Bijvoorbeeld de puntenlaag met het centrum van de gemeentes. Maar ik wil nu een buffer gaan creëren rond de centra van Vilvoorde en Stinokkerzeel. Ik hoef hiervoor geen inputlaag te hebben. Ik kan deze live on the fly gaan creëren. De buffer tool opent zich. Input features. Hier kies je normaal gezien bijvoorbeeld centrum gemeente. Maar we hebben nu ook de optie hier om deze te gaan aanmaken via punten, lijnen of polygonen en zelfs multipatch. Ik pak punten, ik teken een punt in centrum Vilvoorde, eentje in centrum Stinokkerzeel en dan een afstand natuurlijk 1 unknown meter, kilometer run. Nu zullen er dus twee buffers gecreëerd worden rondom mijn interactief aangemaakte input. Dit is een nieuwigheid binnen ArcGIS Pro die voorheen niet mogelijk was. Daarnaast is het nu ook mogelijk om binnen ArcGIS Pro aan batch geoprocessing te gaan doen. Dit was mogelijk binnen ArcMap, maar was nog niet, tot voorheen niet mogelijk binnen ArcGIS Pro. Maar vanaf nu dus wel. Bijvoorbeeld, ik wil mijn buffer gaan doen, maar voor verschillende afstanden. Ik klik rechts en kies hier voor batch. Welke parameter gaan we gaan batchen? De input features of de afstanden bijvoorbeeld. Ik wil voor verschillende afstanden buffers gaan maken, dus ik kies niet voor input features, maar distance. We gaan een temporary batch tool maken. We gaan deze niet opslagen. Indien u wenst, kan je dan natuurlijk gaan opslagen ook. Input features, we doen nu hetzelfde met punten voor Wezenbeek en Zaventem. Dus voor onze interactieve input. We doen dit voor 1 kilometer, maar daarnaast ook voor 5 kilometer. En zo kan je dus meerdere waardes gaan ingeven. Dus nu doen we de batch voor onze afstand, maar je kan ook gaan batchen voor verschillende inputs enzovoort. En niet alleen voor de buffer, maar ook voor andere geoprocessing tools.
En dus om na te gaan, we zien hier onze twee buffers, 1, 2, rond elk centrum. En om dit na te gaan, moet je dus even rechtsklikken en kijken of de batch actief is of niet. Ik hoop dat dit allemaal interessant was. Om af te ronden nog een klein specialletje. Indien je zo zot bent geworden van ArcGIS Pro en je beslist om nachtelijk enkele uurtjes door te werken en je wilt toch je ogen wat sparen, dan kan je via onze opties, applicatie General, gaan naar Application Team. Standaard staat deze in Light, maar je kan ook switchen naar Dark. Om de wijziging te zien gaan we moeten heropstarten. Dus dat gaan we dan ook even doen. We gaan hier sluiten. We gaan het wel opslaan. Het project wordt opgeslagen. En nu gaan we in onze dark team komen, wat dus veel minder intens licht geeft en dus minder vermoeiend zal zijn voor de ogen. Voilà. Dus dezelfde interface, maar de kleuren zijn wel aangepast om dus minder vermoeiend te zijn. Dit zijn enkele van de tips en tricks die er bestaan voor ArcGIS Pro, maar natuurlijk, zoals ik heb getoond voor de shortcut, zijn er zoveel verschillende zaken. Aarzel zeker niet om zelf eens te gaan kijken op de verschillende websites. Dus pro.arcgis.com, dat is alle functionaliteiten van ArcGIS Pro bevat, waar je alles kan gaan opzoeken, al en alles zeer goed gedocumenteerd is. Daarnaast hebben we ook nog altijd onze e-learning platformen, die gratis toegankelijk zijn voor al onze klanten. En mogen jullie natuurlijk altijd ons contacteren voor vragen te stellen, zowel nu als later. En organiseren wij natuurlijk ook verschillende trainingen, coachingen en projecten. Aarzel zeker niet ons te contacteren en vragen te stellen via de chatter. Vraag van Nicolas Soenes. Het is eigenlijk wel mogelijk om een PNG te gaan toevoegen. Er was een klein probleempje bij het uitvoeren bij ons, maar het is wel mogelijk om een PNG te gaan toevoegen. Je gaat binnen de symbologie naar Properties. We gaan het even proberen te tonen ook. Dus ik heb hier mijn puntenlaag. Ik ga naar Symbology, Properties, dan Layer, Shape Marker en dan kies ik voor Picture Marker. Dan kies ik hier voor File en dan is het wel mogelijk, dus dat was een foutje van mezelf daarnet, om normaal gezien hier verschillende JPEGs, PNG's op te laden, die dus de meer standaard formaten. Oké. Apply. Dat is misschien wat klein ook nog. We gaan het wat groter maken. Voilà. Dus dit is ons eigen opgeladen symbool van Esri Belux. Analoog kan je dus je eigen symbolen gaan toevoegen op je kaart en binnen het systeem gebruiken. Geert van Oost, wat betreft jouw vraag over de 3D multipatch als label.
Ik stel voor dat je daarvoor een mailtje stuurt naar support@sribelux. Zij gaan dat even moeten uitpluizen. Oké, Nicolas, over de snelheid van de archisymbolen die gebruikt worden. Je kan dus PNG's gebruiken, maar het heeft inderdaad wel een vertragend effect. Dus indien je performantie als een zeer belangrijke factor beschouwt, raden wij toch aan om via de vectorformaten te gaan werken. Geert van Oost, ik weet niet met 100% zeker of het editeergrid dat we net hebben getoond exporteerbaar is, maar ik weet bijvoorbeeld wel dat het binnen een layout mogelijk is om ook een grid aan te maken. Dus het hangt er een beetje vanaf wat dat je wilt doen of waarvoor dat je het wilt gebruiken, maar er zijn zeker mogelijkheden. Alvast bedankt voor jullie vragen. Als er nog vragen zijn, stel ze gerust. Oké, iedereen bedankt voor jullie aanwezigheid en jullie vragen. En hopelijk tot een volgende keer, want binnen een maandje is het weer zover. En dan geven we onze volgende webinar, die zal gaan over het gebruik van het Belgisch kadaster binnen je eigen ArcGIS-omgeving. Allen bedankt en hopelijk tot dan.